Peter, 4 van de 5 projecten waar dat wij aan gewerkt hebben, zijn juist door Lantik gepatenteerd. Hetzelfde Lantik waar Bart sinds kort voor werkt. Moet ik daar nu een tekeningetje bij maken? Ik geloof dat niet. Ik kan niet geloven dat Bart zoiets zou doen. Wel, Bart kon er niet mee lachen dat wij technisch hebben opgedoekt. Bart heeft lang moeten zoeken naar nieuw werk. Ik zie Bart daar perfect toe in staat. Stel, ik zeg wel stel. Stel dat hij dat zou doen, dan zou hij dat toch nooit zo opvallend doen? Ik zou niet weten waarom. Zoiets komt toch altijd uit? Dat is maar de vraag. Als ik niet op zoek was geweest naar nieuwe inkomsten, als ik die audit niet zo grondig had bestudeerd, dan was ik er misschien nooit achter gekomen. Misschien waren ze gewoon bezig op dezelfde moment met dezelfde software als we. Bart heeft die ideeën gestolen en hij gaat daarvoor boeten. Oh, oh, oh. Niet te snel conclusies trekken, Veronique. Oké. Wat stelt jij dan voor? Dat we eerst uitzoeken hoe dat in elkaar zit voor leer dat we iemand beschuldigen. Wie anders dan Bart kan erachter zitten? Hoe lang weet jij dat al? Wat, dat het Bart is? Ja, juist, hè, sinds jij mij verteld hebt dat hij voor Lantik werkt. Peter, die ideeën die zijn van VDB. Die zijn veel geld waard. Geld dat ik nu kan gebruiken. Laat me eerst met Bart praten om uit te zoeken hoe dat juist in elkaar zit. Denkt jij nu echt dat hij eerlijk zal zijn tegen u? Hij moet op zijn minste kans krijgen om het uit te leggen. Veronique, het is nog altijd familie. Alsof hem dat het recht heeft om te stelen. Ik ga vandaag met hem praten en morgen beslissen we wat we gaan doen. Je verdoet uw tijd. Hij zal dat nooit toegeven.